Zo, goeiedag allemaal. Het is vandaag zaterdag 16 juli. En je ziet het niet op beeld, maar nu wel. Ik heb mijn pols gebroken. Ik ben donderdagmiddag met de fiets onderuit gegaan. En ik ben geslipt op een ijzeren randje met mijn achterwiel. En ik probeerde mezelf op te vangen met mijn pols, maar dat moet je niet doen. Nou ja, misschien wel. Anders was ik op mijn hoofd gevallen. Maar ik ben op mijn pols gevallen op een lelijke manier. En dat is heel pijnlijk. En het was meteen wel duidelijk dat het een foute boel was. Dus ik ben naar de eerste hulp gebracht, waar ze er een mooi gipsje omheen hebben gezet. Mijn hand is ook nog een beetje blauw. En het gips, dat blijft tot donderdag, want dan krijg ik een operatie. En dan gaan ze de stukken bot weer netjes aan elkaar zetten. Want het is zo vervelend uit elkaar geklapt, dat het niet meer spontaan kan genezen. Dus ik heb een operatie donderdag en dan gaan ze het recht zetten. Ja, dus dat is een beetje sip en vervelend en naar. Want ik zou dus eigenlijk gaan schrijven. Nou, deze vingers, die kunnen voorlopig niet typen. Ik moet dus even zien hoe ik het ga doen met mijn scriptie. Want ik zou mijn scriptie gaan schrijven. Ik heb nu een verzoek ingediend om hem tot podcast te mogen omwerken en daarmee te mogen afstuderen. En dat verzoek, dat hangt nog. Maar het is allemaal zo anders dan ik me had voorgesteld. Ik dacht, het wordt lekker vakantie. En dan ga ik naar Drenthe en dan ga ik schrijven. Maar voorlopig zit ik niet in Drenthe. Dus dat is heel jammer. Het is even niet anders. Dus ik dacht, ik maak weer even een vlogje. Want dan stel ik jullie ook een beetje op de hoogte van hoe het allemaal is. Ja, ik kan niet fietsen. Ik zou kunnen wandelen, maar dat doet nog wel een beetje pijn. Dus zolang mijn hand nog zo blauw is en zo naar voelt, hou ik me gewoon maar een beetje gedijst. Boekjes lezen kan wel. Studieboeken lezen kan ook. En ik heb net ontdekt dat ook mijn iPad, waar ik dus nog steeds heel blij mee ben. Reclame, Apple, ja. Die kan dus, als je in Word naast de spatiebalk het microfoontje aantikt, dan typt hij gewoon uit wat je zegt. En dat kan ook op je telefoon trouwens. En dat is heel handig. Want dat op die manier kan ik misschien toch schrijven als het nodig is. Maar ik hoop dus dat ik er een podcast van kan maken. En dan kan ik ook stukken muziek laten horen en interviews laten horen. En dat zou misschien eigenlijk nog wel een veel mooiere vorm zijn voor het onderwerp dat ik heb. Gaat immers over jazz en propaganda. Dus dat. Ik heb dus ook geen geduld en tijd om allemaal dingen te monteren. Dus mijn tune doe ik nu even niet. Het is ook niet meer Jantien in quarantaine. Het is Jantien met een gebroken arm. Ja, nou ja, goed. Ik ga zo de zomer maar in. Het wordt heel warm de komende week. Dus ik ben bang dat ik een beetje ga zweten in gips. Ja, nou ja, kan toch nergens heen. Dus ik hou me maar een beetje gedijst en rustig. En iedereen die wel al zijn ledematen nog heeft en zo, hele fijne vakantie gewenst. En geniet ervan. En we zien elkaar in augustus weer. Of ik hou jullie nog iets eerder op de hoogte van mijn wel en wee. Oké, dag allemaal.